leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in november. Het zijn helaas maar 4 boeken. Het is niet zo heel erg veel, maar soms heb je van die maanden dat je iets minder leest. Dus ik ga je in ieder geval vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond en of ik ze zou kunnen aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn naar de gelezen boeken van november, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Hoe verzin je het? En is geschreven door René Olsdoorn. Dit boek gaat over Daantje van Duinen. Zij werkt op de Amsterdamse Zuidas en dat is ze eigenlijk helemaal zat. Ze is junior associate bij een groot advocatenkantoor, maar ze heeft er eigenlijk niet zo heel veel plezier meer in. Ze voelt zich uitgebuit door haar werkgever en in de liefde wil het ook niet echt vlotten en ze is eigenlijk toe aan een compleet nieuw avontuur. Ze wil dan ook het roer omgooien en in een kaaswinkel gaan beginnen in Frankrijk. Haar moeder is niet zo lang geleden weduwe geworden en heeft het daar best nog steeds wel moeilijk mee. Ze vindt het heel lastig om het leven weer op te pakken na het overlijden van haar man. Ze verslond zichzelf wat meer en ze is een beetje in een negatieve spiraal terechtgekomen. Als Daantje haar dan vertelt over haar plannen, is ze daar in eerste instantie ook helemaal niet blij mee. Alleen Daantje is van plan om haar moeder mee te nemen. Haar moeder wil hier eerst even over nadenken, maar eigenlijk komt ze al gauw tot de conclusie dat er niet heel veel meer haar in Nederland houdt. Ze heeft toch wel haar ouders, maar die reizen zelf heel veel. Het werk wat ze doet vindt ze ook niet heel erg leuk meer, dus ze besluit eigenlijk om de stap met Daantje te wagen. Ze gaan geen gewone kaaswinkel beginnen, waar overigens ook wijn verkocht gaat worden, maar het moet echt Nederlandse producten zijn. Dus het zijn echt kazen en wijnen uit Nederland. En heel veel mensen vinden het dan ook gekke werk dat ze dit in Frankrijk wil gaan beginnen. Want Frankrijk staat ook bekend natuurlijk om hun wijnen en hun kazen. Dus waarom zou dat van Nederlandse komaf dan veel bijzonderder zijn? Er is best wel veel werk in de winkel als ze eenmaal in Frankrijk zijn. Het pand wat ze heeft gekocht is heel erg vervallen en moet dus helemaal gerestaureerd worden. Ze heeft daarvoor 2 aannemers gevonden en op een gegeven moment komen ze toch wel overeen met de prijs en besluiten ze om deze aannemers aan te nemen. Ze heeft het pand ook in het hartje van Troyes gekocht en het bedrijf dat hun winkel gaat restaureren, dat zijn een vader en een zoon. Als ze eenmaal in Frankrijk aankomen, gaan ze eerst zelf eventjes tijdelijk ergens anders wonen. Want ze gaan uiteindelijk boven de winkel wonen, maar ook het woongedeelte moet helemaal gerestaureerd worden. Al gauw blijkt er eigenlijk best wel een leuke klik te zijn voor de moeder van Daantje met de vader van het klusbedrijf. En ook Daantje zelf heeft het met de zoon best wel leuk. Echter zijn er best wel wat hobbels op de weg, want ze zijn beide best wel gekwetst eigenlijk. De vader is best wel gekwetst, zeg maar, en de zoon die heeft er ook last van. En ze kunnen zich beide niet echt geven aan een echte relatie. En daardoor geeft dit best wel wat hobbels en komt ook omdat ze samenwerken af en toe best wel onder druk te staan. Of het pand uiteindelijk een succes gaat worden is natuurlijk de grote vraag. Want kun je concurreren met de wijnen en kazen uit Frankrijk? En kunnen ze uiteindelijk toch de liefde vinden? Dat is eigenlijk de grote vraag. En hoe de opening gaat verlopen natuurlijk ook. Dat ga ik ook allemaal niet verklappen. Ik vond het eerst een beetje moeilijk om er doorheen te komen. Omdat ik echt zo gelijk zo in het verhaal zat, maar toen ik er eenmaal wat meer in aan het lezen was, kwam ik er redelijk doorheen. Dus ik vond het uiteindelijk wel een heel mooi boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Volledige Overgave en is geschreven door Danielle Carson. Dit boek komt uit de New York Finesse serie en dit is boek 4.
Dit boek gaat over Alex Lopez. Het leuke is, we hebben deze man in de eerdere boeken ook al voorbij zien komen. En dan vond ik het niet altijd een heel erg leuk personage. Maar in dit boek leer je hem toch op een andere manier kennen. Hij draagt best wel een zware last met zich mee. Want hij heeft jaren geleden zijn eigen broer moeten arresteren. Die ook agent was, maar die was betrokken geraakt bij een New Yorkse bende. En eigenlijk om hemzelf te beschermen, heeft hij dus zijn broer moeten arresteren. En ook omdat het zijn taak was, want hij heeft tenslotte de eed afgelegd als agent. Inmiddels is hij wel opgeklommen tot rechercheur trouwens. Dan loopt hij een topadvocaat tegen het lijf. En ze beginnen eigenlijk niet heel erg goed met elkaar. Want als Alex erachter komt wie de vader van deze topadvocaten is, wil hij het liefst bij haar uit de buurt blijven. Ze kunnen het ook eigenlijk niet heel erg goed met elkaar vinden. De sfeer is niet heel gezellig onderling. Toch is er een ongekende aantrekkingskracht die ervoor zorgt dat de twee elkaar telkens weer opzoeken. Deze advocate is Triana Richman en ze is een vrouw die zowel de jury, als de rechtszaal en de mannen van New York voor zich weet te winnen. Ze heeft alleen geen tijd voor relaties, want ze is gewoon altijd heel erg druk aan het werk. En ze is eigenlijk gewoon een workaholic. Toch slaat ze op een gegeven moment de handen ineen samen met Alex. En de spanningen lopen best wel hoog op. Het is namelijk zo, Alex wil de zaak van zijn broer weer heropenen en daar heeft hij eigenlijk Triana bij nodig die de verdediging van zijn broer wel op zich wil nemen. Het is wel echter zo dat de zaak van de broer van Alex al op een stapel is beland die ze dus een paar keer per jaar heropenen. Ze zo'n zaak die ze dan weer opnieuw gaan bekijken en waarvoor ze dus toch gaan kijken of iemand alsnog vrij kan komen. De broer van Alex is heel blij dat er eindelijk weer naar zijn zaak gekeken wordt. Hij heeft Alex ook een tijd niet gezien en uiteindelijk maken de broers het dan ook wel weer goed met elkaar. En de zaak ziet er op zich best wel goed uit. Dus ze besluiten dan ook dat zodra de broer van Alex vrij is weer wat tijd met elkaar te gaan spenderen. Echter heeft de familie van Alex zich wel helemaal van Alex afgestoten, want zij houden hem ervoor verantwoordelijk dat hun zoon vastzit. Als het er allemaal goed uit blijkt te zien, gebeuren er echter toch een aantal dingen die best wel afschuwelijk zijn, waardoor alles weer in een heel ander daglicht komt te staan. Uiteindelijk komen ze er dan ook achter wie degene is die ze eigenlijk moeten hebben en blijkt toch ook dat de broer van Alex onschuldig is. Of dit allemaal te bewijzen valt en of er uiteindelijk toch nog een relatie ontstaat tussen Triana en Alex, zal ik in het midden laten. Maar ik heb toch wel heel erg genoten van dit boek. Het was de laatste uit de reeks wat ik heel jammer vond, want ik vond het echt een hele mooie boekenserie. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Rendezvous op Montmartre en is geschreven door Miriam Mercerius. En dit boek komt uit de serie Bestemming Parijs en dit is deel 2. Het is wel echt noodzakelijk dat je eerst voor dit boek deel 1 leest, want het gaat nu verder met de drie meiden die in dit boek voorkomen. Het gaat dus over Chloe, Sophia en Lizzie. Inmiddels is de stad ongedompeld in wintersferen en maakt Sophia weer lange dagen in haar winkel en proeverij om er een onvergetelijke decembermaand van te maken. Het lijkt allemaal alleen niet zo vredig als. Het is alleen allemaal niet zo vredig als dat het lijkt, want de vriend van Sophia die denkt dat er meer speelt tussen Sophia en haar nieuwe assistent. Sophia probeert haar vriend eigenlijk op heel veel manieren altijd wel te steunen, maar hij zit nog steeds werkloos thuis en de dromen die hij heeft, die komen dan ook maar niet van de grond en eigenlijk leeft hij op haar zak. Sophia heeft er eigenlijk nooit problemen mee gehad, maar ze merkt toch wel dat het steeds een dingetje wordt en ze steeds vaker ruzie hebben en ze dingen uit de weg gaat omdat ze denkt, laat ik het maar niet aankaarten, want dan hebben we straks weer ruzie.
Dit loopt dan op een gegeven moment toch ook wel volledig uit de hand. En ik moet ook zeggen, je begint je op een gegeven moment aan die vriend van Sophia een beetje te irriteren. Althans, dat had ik heel erg. Er komt ook nog een nieuwe buurtbewoner op Montmartre. En dat brengt ook nog de nodige verwarring met zich mee. En Sophia heeft inmiddels ook nog echt wel hele grote twijfels of haar relatie nog wel toekomst heeft. Maar ze weet ook niet of ze wel de man kan, zonder de man kan, waarmee ze eigenlijk vanaf het begin dat ze in Parijs is al heeft doorgebracht. Chloe voelt zich ondertussen helemaal thuis in Parijs. Ze is dolgelukkig met haar Gulem. En ze wonen inmiddels samen. En ze doet nog altijd de rondleidingen in Parijs. En Gulem heeft nog altijd zijn eigen boekenstal. En hij schrijft ook aan zijn eigen boeken. Lizzie staat ineens weer plots in Parijs. Zij heeft een tijdje ergens anders doorgebracht, want Parijs was haar ding niet. Zij is heel erg zoekende met wat nou haar plek is. Inmiddels heeft ze niet zo heel veel keuze meer, want haar vader heeft haar toelage stopgezet en ze krijgt gewoon geen geld meer. En het contact met de familie is helemaal weg. Ze is dan ook eigenlijk heel erg verliefd geweest, maar als ze erachter komt dat deze man getrouwd is, is ook dat sprookje weer over en staat ze weer op straat. Als ze dan terugkeert in Parijs, mag ze bij Chloe logeren. Maar eigenlijk kunnen Gulem en Lizzie het helemaal niet met elkaar vinden. Maar als ze dan toch langere tijd bij Chloe verblijft, gaat eigenlijk die band steeds beter. Chloe wordt dan ook eigenlijk een beetje jaloers, want ze merkt gewoon heel erg dat ze heel erg veel lachen met elkaar en ze voelt zich af en toe gewoon buitengesloten en is gewoon heel erg bang dat Lizzie er met haar vriend vandoor zou gaan. Lizzie die geeft al een paar keer aan dat dit absoluut het geval niet is, maar het gaat er toch echt niet in bij Chloe en ze doet daarom ook een paar acties die niet eigenlijk heel erg leuk zijn. Lizzie moet ook wel weer iemand onder ogen komen die ze het liefst vermijdt in Parijs, maar dat gaat helaas niet. En ze moet ook op zoek naar een baantje, want ze heeft gewoon helemaal niks. En het is toch wel de bedoeling dat ze uiteindelijk ook wel weer op eigen benen kan gaan staan en een eigen huisje zou kunnen krijgen. Uit onverwachte hoek kan ze dan toch een baan krijgen, maar je merkt wel aan haar dat het een beetje een verwend meisje is en dat het er allemaal best wel moeite kost. Uiteindelijk vindt er dan ook nog een groot kerstdiner plaats en dit loopt helaas ook niet helemaal zoals het horen moet. Ik heb wel weer heel erg genoten van dit boek. Ik moet wel zeggen dat ik het misschien fijner had gevonden om deze twee boeken achter elkaar te lezen, omdat het eerste boek alweer even geleden was en ik daardoor eventjes moeite moest doen van, oh ja, hoe zat het verhaal ook alweer? Maar gelukkig zat ik er toch vrij snel wel weer in. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Mimosa's, Mocktails en Mirakels en is geschreven door Isa Moore. Dit boek gaat over Nikki. Nikki is na haar vakantie weer terug in haar studentenappartement in Gent en ze wil er eigenlijk vol voor gaan. Studeren, daar is ze mee gestopt, maar ze werkt inmiddels wel in een modewinkel als verkoopster. Ze woont in het studentenhuis ook nog eens samen met haar vriendinnen Britt en Lexia en ze geniet van het leven. Ze heeft echter alleen wel last van geldzorgen, want ondanks dat ze geld verdient gaat het er ook heel makkelijk weer uit en ze probeert het op te vangen door extra diensten te draaien. Zodat ze toch haar levensstijl kan bekostigen en genieten van haar favoriete cocktail. Als dan ook nog eens de liefde om de hoek komt kijken, kan het voor Nikki eigenlijk niet meer stuk. Ze hebben eigenlijk met de vriendinnengroep hebben best wel een nauwe band en ze durven eigenlijk elkaar ook op hun gedrag aan te spreken. Maar soms zijn er problemen waarvan je niet weet hoe je die op de juiste manier moet aankaarten. Zo is een van de vriendinnen, zijn ze heel erg bang dat die een eetprobleem heeft. En weten ze eigenlijk niet zo goed hoe ze dit moeten aanpakken. En als ze haar dan er toch subtiel op aanspreken, pakt dit in eerste instantie niet helemaal goed uit. Helemaal omdat blijkt dat het niet om een eetprobleem gaat, maar dat het een heel ander probleem is waar de meiden eigenlijk niet van af weten. Maar uiteindelijk omdat ze er met elkaar over praten, komt dat allemaal wel goed.
of uiteindelijk de geldzorgen van Nicky helemaal zullen verdwijnen en of de liefde ook een beetje stand houdt, dat hou ik in het midden. Ik vond het wel gewoon een heel lekker makkelijk boek die lekker wegleest en waar je niet zoveel bij na hoeft te denken. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dan waren dit mijn gelezen boeken van november. Zoals ik al zei, het waren er niet zo heel veel, maar ik heb er toch wel weer heel erg van genoten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij eens een van deze boeken hebt gelezen of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt ik zal eens een van deze boeken willen lezen. Ik kan ze in ieder geval zeker aanraden. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!